Voertuigcontrole tijdens een tussentijds toets of tijdens het CBR-examen. Nou, er zijn 6 dingen die je moet weten. Dat is de ruitersvloeistof, de accu, remvloeistof, oliepijlen, olievuldop en de koelvloeistof. Die 6 dingen die moet je weten tijdens een examen, die moet je kunnen benoemen en een klein beetje iets simpels erover kunnen vertellen. Nou, hier maak je de hendel van de motorkap open, aantrekken. De motorkap opent zich. Nou, waar maak je hem open? Je maakt hem open in het midden. En dan heb je een hengeltje om hem open te maken. Je pakt de stok eruit. Je plaatst hem bij het pijltje. En hij blijft mooi staan. Er zijn een paar dingen die je moet weten. Als allereerste zit hier de ruitersvloeistof. Ik zal ze straks nog een keer apart inzoomen. Daarachter heb je de plus en min van de accu. Daarachter zit de remvloeistof. De oliepeilstok. De olievuldop. En de roze vloeistof is de koelvloeistof. De ruitersvloeistof. Een symbooltje van een raampje met een sproeitje. Daaraan kan je zien dat de ruitersvloeistof... is. Nou, er zit een klepje waarmee je hem open kan maken als je hem eventueel bij moet vullen. Nou, wat doe je erin? Nou ja, ruitersvloeistof in de winter zeker, omdat er dan een toevoeging in zit zodat de ramen niet bevriezen. Zomer zou water ook voldoende zijn. Het volgende wat je moet controleren is de accu. Er staat een plus en min op. Je kan hem hier openmaken. En dan zou je ook zien dat dit de accu is. Het volgende is de remvloeistof, gele dop, een rondje en een, 2 halve maantjes staan erop. Het rondje stelt voor het wiel, halve maantjes remschoentjes, dat is de remvloeistof. Er staat een minimum en maximum niveau op, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. De oliepeilstok, in dit geval is het een gele. Je kan hem gewoon zo uittrekken. Nou, hoe doe je dat? Een koude motor op een vlakke ondergrond. Je maakt hem schoon. Je steekt hem er opnieuw helemaal in. Je haalt hem er daarna uit. En dan moet hij tussen die 2 bolletjes zijn. Of tussen 2 streepjes. Je hebt verschillende oliepeilstokken. Is het goed? Dan kun je hem gewoon terugzetten. Is het niet goed, dan zou je hem bij moeten vullen. Dus de oliepeilstok. Nou, op het moment dat er te weinig olie in zit, heb je hier de olievuldop. Nou, olievuldop, die kun je losdraaien. Je doet er daarna de goede olie in, die bij deze motor hoort. En daarna peil je hem opnieuw, net zolang tot er voldoende in zit. En draai de dop weer goed dicht. De laatste die je moet controleren is de koelvloeistof. Het symbooltje is een temperatuurmetertje. Het is ook de enige roze vloeistof in deze auto. Er staat een minimum en maximum niveau op en dan moet die tussen staan. Denk eraan als een auto gelopen heeft dat je nooit die dop losdraait, want het komt er met kracht uit en je verbrandt levendig. Dus altijd eerst af laten koelen als je hem bij wil vullen. Dus de olie koelvloeistof. Nog even een bovenaanzicht. De koelvloeistof, de pijlstok, olievuldop, de remvloeistof, de accu en de ruitersvloeistof. Het sluiten. Nou, je doet de motorkap een beetje omhoog. Je haalt de hendel eraf, je doet hem netjes en weer achterklemmen. En als je er bijna bent, laat je hem gewoon los. Je controleert hem even en dan is het goed zo.